Ik verzoek u te gaan staan. En dan zal ik het ambtsgebed uitspreken van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik verzoek u weer te gaan zitten. Ik heet u allen van harte welkom. Uiteraard de raadsleden, u allemaal die hier aanwezig bent in de raadzaal. En ook als u het op een andere manier volgt, deze vergadering, allemaal van harte welkom. Tijdens deze buitengewone raadsvergadering zullen de wethouders worden benoemd en zullen ook de nieuwe raadsleden die hun zullen opvolgen in de raad ook worden toegelaten en benoemd. De opening heb ik hiermee gehad en een mededeling van afwezigheid heb ik ontvangen van mevrouw Beulakker die vanavond hier niet bij kan zijn, maar uiteraard de raadsvergadering wel zal volgen. Dan heb ik begrepen, ik noem het toch maar eventjes, dat de presentielijst door u allen is getekend. Dat is gecontroleerd bij de ingang, dat is nog eens vanuit de griffie gecontroleerd. Dus bij de stemming gaat straks helemaal goed en dat is natuurlijk wel van belang. Dan ga ik nu over tot de vaststelling van de agenda. En ik stel voor om toe te voegen als agendapunt 2a... de overhandiging van het coalitieakkoord kernachtig en veranderend Twenterand, zoals het ook vorige week 5 juni tijdens de raadsvergadering is benoemd. En ik geef dan ook straks de heer Elsinga het woord om dat te overhandigen. Vervolgens vraag ik u of u akkoord kunt gaan met deze agenda, of iemand daarover het woord wil. Kijk even rond, zo niet, dan wordt de agenda conform het voorstel met de aanvulling gewoon vanavond afgewerkt. Dan geef ik het woord aan de heer Elsinga. Meneer Elsinga, aan u het woord voor de overhandiging. En u zult heel kort een paar woorden zeggen. Aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Zoals ik vorige week inderdaad al zei bij de bespreking van het coalitieakkoord, wat op zich al nieuw was, het coalitieakkoord kernachtig en veranderend Twenterand, samengesteld door de partijen Gemeentebelangen Twenterand en de ChristenUnie, aangegeven dat we het vandaag zouden overhandigen, omdat er nog wat aanvullingen konden plaatsvinden. En de aanvullingen waren voorstellen, moties wel te verstaan. En er zijn in de vergadering een aantal moties gedaan. En een groot deel van die moties zijn al dan niet in gewijzigde tekst overgenomen en nu toegevoegd als addendum aan het coalitieakkoord. En als we dat addendum bekijken, dan zien we vooral dat het over het sociale domein gaat en aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Mensen met schulden, kinderen in armoede, minimabeleid. En dat is een goede zaak, voorzitter. We zijn dan ook trots dat wij dit addendum en dit coalitieakkoord kunnen toevoegen, want het maakt het veel completer en ook meer van ons allen, van de gemeenteraad. En we willen de mensen, de partijen die het ook hebben ingediend, deze voorstellen, ook hartelijk bedanken hiervoor. Voordat ik het ga overhandigen naar u, namens ChristenUnie en gemeentebelangen Twenterand, zouden we het eerst even willen ondertekenen, want dat is nog niet gebeurd. Ik heb wel gelijk een probleem, namelijk geen pen. Dus als iemand mij dat zou willen doen, dan kijk eens aan. De PvdA GroenLinks die helpt me daarmee. Ik zou ook de heer Smelt willen verzoeken om naar voren te komen namens de ChristenUnie.
Nou, voorzitter, is ondertekend. Ik weet niet of het een vlekkenpen is, ik denk het niet. Er staat een stiftje in, dus. Maar ik wil hem bij deze aan u overhandigen. Ik zal het addendum erbij indoen, op de plek waar het hoort. Een addendum voor de mensen die kijken en luisteren, een soort van bijlage. Alleen de bijlage zou het iets te kort doen, want het meestal wordt dat verwezen naar extra gegevens. Maar dit maakt echt onderdeel uit van het coalitieakkoord. Bedankt. Ja. Hartelijk dank. Bedankt. Bedankt. Goed, dank u wel als uw voorzitter, zowel van het college wat straks geïnstalleerd zal worden, als ook van uw raad, vind ik het een hele eer om dit akkoord te mogen ontvangen. Want ik denk dat we samen voor de uitdaging staan om dit akkoord ook uit te voeren. Dat geldt van ieder vanuit verschillende rollen, zowel het college vanuit de beleidsvoorbereiding, maar vervolgens ook voor de uitvoering en u als raad kaderstellend, besluitvormend en ook vervolgens controlerend. Dat is een uitdaging die we met elkaar oppakken. Zo voel ik het ook en ik voel ook die verantwoordelijkheid als uw voorzitter. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat we het met elkaar doen, college en raad en de ambtelijke organisatie. En dat we het ook doen voor onze inwoners, voor onze ondernemers, maar ook voor onze organisaties die een bijdrage leveren aan ons mooie Twenterand. En ik hoop ook dat dat wat we met elkaar gaan doen, dat ook een bijdrage mag leveren om Twenterand nog mooier te maken. En ik denk ook dat ik altijd maar zeg, we zijn trots op ons mooie Twenterand met de verschillende kernen waar wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid voor nemen. Tot zover en ik ga nu weer verder met de agenda. Ik ga ervan uit dat u allen het akkoord met het addendum ook zult ontvangen, zodat we ook met elkaar weten waar we de komende tijd voor staan. Ik ga over tot het volgende agendapunt en dat is de benoeming van de wethouders. Bij de stukken vindt u een voorstel aan de raad van de fracties gemeentebelangen Twenterand en ChristenUnie als mede het daaraan gekoppelde conceptbesluit. Dit voorstel en conceptbesluit zijn opgesteld op basis van de uitkomsten van de coalitievorming. De besluitvorming daaromtrent zal vandaag, na verwachting, als volgt plaatsvinden. Ik lees even voor welke stappen er allemaal genomen moeten worden. A is straks het verslag van de vaste commissie onderzoek nieuwe leden en wethouders. Dan vervolgens de beraadslaging over het voorstel van de fracties gemeentebelangen Twenterand en de ChristenUnie, waarbij vanuit zowel de fractie van gemeentebelangen Twenterand als ChristenUnie kort een toelichting en aanbeveling zal worden gedaan voor de door hen voorgedragen wethouders. Dan zal er een stemming plaatsvinden over het aantal FTE's voor wethouders. Dan vindt er een schriftelijke geheime stemming over de benoeming van wethouders. Hoe dat verloopt zal ik u straks aangeven. Dan vindt de aanvaarding van de benoeming plaats en dan het afleggen van de eed of de verklaring en belofte. Ik kijk nu eerst naar het onderzoek nieuwe leden en wethouders, de vaste commissie die wij vorige week benoemd hebben. Ik kijk naar de heer Smelt, kan ik u het woord geven om namens de vaste commissie uw bevindingen te verwoorden voor de raad. Goed, dank u wel, voorzitter. Verslag van de vaste commissie onderzoek nieuwe leden en wethouders in zaken benoembaarheid, in dit geval kandidaten wethouders. Mevrouw de voorzitter, leden van de raad, aanwezigen. Conform artikel 5 van ons reglement van orde heeft de vaste commissie onderzoek nieuwe leden en wethouders onderzocht of de kandidaat-wethouders, de heer M.H. Paters, mevrouw M. van Abbema-Weidsma, de heer L.J. Harmsen en de heer R. Koster aan de eisen kunnen voldoen die de gemeentewet aan het wethouderschap stelt. Daarbij is tevens het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag betrokken. Voorts heeft daarnaast een integriteitsonderzoek plaatsgevonden door een extern bureau in opdracht van u, mevrouw de burgemeester.
De conclusie van dit onderzoek is reeds aan de commissie gerapporteerd. Op grond van het onderzoek van de vaste commissie onderzoek nieuwe leden en wethouders is naar voren gekomen dat de vier kandidaat-wethouders allen voldoen aan de eisen die de gemeentewet daaraan stelt. Daarbij hebben alle vier kandidaat-wethouders een verklaring omtrent gedrag aan de commissie kunnen overleggen. En tenslotte heeft de vaste commissie ten aanzien van het integriteitsonderzoek geen belastingen gerapporteerd gekregen om tot benoeming als wethouder van de gemeente Twenterand benoemd te kunnen worden. De conclusie van de commissie is als volgt, dat de vier kandidaat-wethouders benoembaar zijn en dat er vanuit de gemeentewet en vanuit ons reglement van orde en vanuit het integriteitsonderzoek geen beletselen zijn om tot het voorliggende voorstel te kunnen overgaan en dit te kunnen ondersteunen. Voorzitter, dit is het verslag van de commissie. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil de commissie bedanken voor het werk wat ze tot nu toe gedaan hebben, ook om tot dit besluit straks te kunnen komen. En ik denk dat we gehoord het verslag van de commissie nu kunnen overgaan tot de beraadslagingen over het voorstel van de fracties Gemeentebelang Twenterand en ChristenUnie. En ik ga dan als eerste naar het onderwerp beraadslagingen over het voorstel van de fracties Gemeentebelangen Twenterand en ChristenUnie. En ik kijk eerst naar de heer Elsega of hij het woord wil om aan te geven met welke wethouders ze komen. De aanbeveling vanuit de fractie Gemeentebelangen Twenterand. Ja, voorzitter, onder begeleiding van de Burgende Kermismuziek stellen wij drie wethouders, hebben we kandidaat gesteld voor het college. Dat zijn de heer Paters, de heer Harmsen en de heer Koster. Voor de heer Paters en de heer Harmsen is het voor het eerst. En voor de heer Koster is dat voor het eerst 4 jaar, daar gaan we vanuit. Heeft al 2 jaar ervaring gehad namelijk. Dat is onze voordracht, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt. Heer Smelt, aan u het woord namens de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het doet mij een bijzonder genoegen om te kunnen introduceren 3 keer in scheepsrecht. Want het is wel voor het eerst dat ik hier sta om mevrouw Van Abma te introduceren als wethouder bij het begin van de periode. De ChristenUnie-fractie heeft 2 keer een beroep op u mogen doen in de afgelopen jaren waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. En we zijn ook blij dat we nu aan het begin van de periode met u van start mogen gaan met een mooie portefeuille. En ik draag de raad graag voor om haar in haar ambt te willen benoemen zo dadelijk. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de raad of iemand het woord wil voeren. Verder nog niet. Dan gaan we verder met de procedure. En dan kom ik bij de stemming over het aantal FTE's voor wethouders. Het voorstel is om het aantal de FTE voor het aantal wethouders te stellen op 4. En ik kijk de raad rond of iemand hierover het woord wil voeren. Wil iemand een stemverklaring geven? Wil iemand stemming? Dan is aldus besloten. Dan ga ik naar de volgende. Dat is de schriftelijke geheime stemming over de benoeming. En ik stel voor om bij deze schriftelijke geheime stemming over te gaan en de heer Kouder en de heer Reusken tot leden van het stembureau te benoemen. Een en ander conform artikel 25 lid 2 van ons reglement van orde. En ik kijk naar de heer Kouder en ik kijk naar de heer Reusken of u uw benoeming als stemcommissie aanvaardt. Dat is het geval, dan hebben we daar ook aan voldaan. En ik kijk nog rond, had ik natuurlijk eerst moeten vragen of iemand van de raad daar bezwaar tegen heeft. Fout in de procedure vanuit mijn kant, maar u steunt allemaal deze kandidatuur van deze 2 heren. Fijn dat u dat wil doen. Dan gaan we eerst over tot stemming over de heer Paters, wonende Constantijnstraat 36 te Vroomshoop, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE. De stembriefjes worden zo uitgedeeld. Misschien is het even goed om even te wachten, anders komt wat ruis. U kunt op het stembureautje, op het stembriefje. De heer Smelt heeft nog een vraag. Nee, voorzitter, u zegt voor 0,1 FTE, maar het is 1,0.
Excuus, 1,0. Soms lees ik van links naar rechts. Heel scherp nu. Dank u wel, dank u wel. Oei, oei, oei. Au, 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 au. Ik ben altijd blij met hele scherpe mensen in mijn raad. Dank u wel. Voor 1,0 de heer Paters te benoemen als wethouder. En ik was net bezig, maar ja, je doet dan toch een aantal dingen tegelijk, moet je nooit doen. Om aan te geven dat u op het stembriefje kunt zetten voor of tegen. Of de naam van een andere persoon die u als wethouder wenst. Dus dat zijn de drie varianten die u op het stembriefje kunt aangeven. Dus de heer Paters voor 1,0, ik zeg het nogmaals, voor, tegen of een andere naam. En het gaat hier om een zogenaamde vrije stemming. Dat betekent dat ook, dus misschien voor alle duidelijkheid, het is een vrije stemming. Dat betekent dan ook dat de raadsleden, die op dit moment wethouder zijn, behalve voor Abnema, die zit in het college, dat kan niet, maar de rest kan gewoon meestemmen. Dus straks bij de volgende stemming, als de heer Paters wel verkozen, kan hij gewoon weer meestemmen. Dus even voor alle duidelijkheid. U kunt stemmen en zometeen haalt de gevierde stembiljetten weer op. Namens de stemcommissie zal de heer Reuske het woord voeren. Aan u het woord. Even uw microfoon. Sorry. Dank u wel, voorzitter. In totaal zijn er 22 stemmen uitgebracht. En die 22 stemmen hebben allemaal voor gestemd. Dank u wel. Dan constateer ik dat besloten is om de heer M.H. Paters, wonende Constantijnstraat 36 te Vroomshoop, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE. Bij deze felicitaties komen straks. Dan gaan we over tot de volgende stemming. Daar gaat om het besluit om mevrouw van Abema Wijtsma, wonende Pinnekershoek 17 Den Ham, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE. En de griffier deelt nu de stem. Briefjes uit en het is hetzelfde voor of tegen of een ander persoon. Ik begrijp dat de heer Reusken weer het woord wil voeren namens de commissie. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook in deze ronde zijn er 22 stemmen uitgebracht. En ook in dit geval 22 keer voor. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee is besloten om mevrouw M. van Appema Wijtsma, wonende Pinnekershoek 17 Den Ham, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE. Ook voor u de hamerslag. Dan gaan we over tot stemming over de heer L.J. Harmsen, wonende, en dat is even anders dan in het besluit staat, meneer Harmsen en partner en kinderen zijn vorige week verhuisd, woonde Lagemaat 2A te Den Ham, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE. Dus vandaar even, dat zal ook in het besluit gewijzigd worden, maar even voor alle duidelijkheid. Nu geldt voor, tegen of een andere naam invullen. Andere toevoegingen zijn niet aan de orde, gelden als ongeldig. Dan zal de heer Kelder namens het stembureau verslag doen. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ook in deze ronde zijn er 22 stemmen uitgebracht. En geen stemmen tegen, dus ook bij deze de heer Harmsen gefeliciteerd. Dank u wel. Daarmee is besloten om de heer L.J. Harmsen, wonende Lagemaat 2A te Den Ham, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE.
En ook voor u, de hamerslag. Dan gaan we over tot de laatste stemming. En dat gaat het besluit om de heer R. Koster, woonde laan 4045, 162 te Vriesseveen, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE. En ook daarvoor geldt voor, tegen of het aangeven van een andere naam. Dan geef ik het woord aan de heer Kuilder, die namens de commissie, stemcommissie zal aangeven wat de stemming is geworden. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op je kosten zijn 22 stemmen uitgebracht, waarvan 21 stemmen voor en 1 stem tegen. Oké, dank u wel. Daarmee is besloten om de heer R. Koster, woonende laan 4045 nummer 162 te Vriesseveen, te benoemen tot wethouder van de gemeente Twenterand voor 1,0 FTE. En ook voor u de hamerslag. Dan ga ik nu zo vragen aan de net benoemde wethouders of ze hun benoeming ook aanvaarden. Meneer Paters, aanvaardt u uw benoeming? Ja. Mevrouw van Abbema, aanvaardt u uw benoeming? Jazeker. De heer Harmsen, aanvaardt u uw benoeming? Jazeker. En de heer Koster, aanvaardt u uw benoeming? Jazeker. Dan ga ik nu over tot het afleggen van de eed en de verklaring van een belofte. En ik vraag de benoemde wethouders naar voren te komen hier midden in de kring van de gemeenteraad. Ja, dus hier is de microfoon, dus ik moet, als ik jullie allemaal kan zien, ja, wel op een rijtje graag. Hier, misschien is het hier wel makkelijk. Zo, hier. Ja. Dat moet kunnen. De heer Harmsen, ook u naast. Ja. Dat is wel gezellig. Ja, dat gaan we straks maar doen. Ik lees eerst de eed voor en dan antwoord, zo gauw ik uw naam genoemd heb, met twee vingers omhoog, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Paters. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Mevrouw van Abbema. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Meneer Koster. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dan lees ik nu de belofte voor en dan dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Harmsen. Dat verklaar en beloof ik. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, graag bereikt. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd, ja. Van harte gefeliciteerd. En zoals u ziet, daar staan de naambordjes al. De bloemen. Ja. Dank u wel. Misschien is het goed om aan te geven dat ik nu zometeen de vergadering schors voor een kwartier, dat ook de
geloofsbrieven voor de straks te installeren raadsleden zullen worden onderzocht. Dat u uitgenodigd wordt om de wethouders te feliciteren. En indien gewenst kunt ook de partners naast u plaatsnemen, want ook zij zullen u de komende jaren, hoop ik, steunen bij uw werk. Want er komt veel op u af, maar we gaan er met elkaar voor en de steun van partners is daarbij heel erg nodig. Dus ik nodig u uit om daar plaats te nemen en indien gewenst met partners. Ja, zo maar. En dan gaan jullie aan de slag weer, hè? Best wel. Ik verzoek u weer te gaan zitten. Ja, met ja. Ik verzoek u uw plaatsen weer in te nemen. Goed, ik heropen de vergadering van de gemeenteraad. En voordat ik met agendapunt 4 verder ga, wil ik in elk geval de heer Taalder en de heer Reusken toch nog wel bedanken voor hun verantwoordelijkheid die ze genomen hebben om op te treden als stembureau en dat 4 keer te moeten doen. Dus van harte bedankt voor het uitvoeren van deze taak. Dan ga ik nu verder met de toelating van de raadsleden. En even voor de procedure is, zal er weer een verslag komen van de vaste commissie onderzoek de nieuwe leden en wethouders. Dan de beraadslaging over het voorstel. Dan de besluitvorming over de toelating van de nieuwe raadsleden. En dan het afleggen van de verklaring en belofte door de nieuwe raadsleden. En ik kijk weer naar de commissie. De heer Smelt, aan u het woord. Mevrouw de voorzitter, leden van de raad, aanwezigen. De vaste commissie onderzoek nieuwe leden en wethouders heeft de geloofsbrieven en de bijbehorende stukken onderzocht van de nieuw te benoemen raadsleden. Mevrouw J. Jager Lubbelinkhoff, Bremstraat 3 te Westerhaven, Riezenwijkse Wijk. De heer A. van Veen, Geerdijk 47, Geerdijk. En de heer W. Dekker, Asterstraat 26C te Westerhaven, Riezenwijkse Wijk. De commissie heeft onderzocht of deze nieuw te benoemde raadsleden aan de vereisten voldoen die de gemeentewet stelt om toegelaten te worden als lid van de gemeenteraad van Twenterand. Uit dat onderzoek is ons gebleken en naar voren gekomen dat zij inderdaad aan die vereisten kunnen voldoen. De commissie adviseert dan ook uw voorzitter tot toelating van deze nieuwe raadsleden als leden in de gemeenteraad. Dank u wel. Dank u wel, ook deze commissie. Nogmaals bedankt voor het uitvoeren van hun taak voor de gemeenteraad van Twenterand. Dan gaan wij gehoord dit verslag van de commissie over tot de beraadslaging over het voorstel van het presidium. Ik kijk de gemeenteraad rond of iemand het woord wenst te voeren. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot besluitvorming over de toelating van de nieuwe raadsleden, mevrouw Jager, de heer A. van Veen en de heer Dekker. Wil iemand stemming? Wil iemand? Is niemand het hier wil? Dus dan zijn deze al dus besloten dat mevrouw Jager, de heer van Veen en de heer Dekker zijn toegelaten tot de raad van de gemeente Twenterand. En ik ga nu over tot het afleggen van de verklaring en belofte. En ik vraag, kijk even naar de griffier of ze willen begeleiden naar het midden van. Dan heb ik, is deze aan? Is deze aan? Ja. Ja. Dan lees ik de verklaring en belofte voor en antwoord u dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Ja. Dat verklaar en beloof ik.
Meneer Van Veen. Dat verklaar en beloof. Meneer Dekker. Dat verklaar en beloof. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Dank u. Ik heb u hier de naambordjes. Meneer Van Jager. Meneer Van Veen. En meneer Dekker. En uiteraard ook een bosbloemen. Ik heb bloemen. Alsjeblieft. Dank u wel. Mag u gaan zitten? U mag gaan zitten, want... Ja. Voordat ik aan het eind kom van deze buitengewone raadsvergadering, wil ik toch nog enkele woorden zeggen. In elk geval gefeliciteerd, want Twenterand heeft een college, een nieuw college. We hadden natuurlijk wel een college, maar we hebben een college. En we hebben ook een raad die compleet is. En ik denk dat we daar met elkaar heel blij mee zijn. Een raad die ook de komende tijd haar verantwoordelijkheid zal nemen bij het uitoefenen van haar taak. Maar ook het college, ook die de verantwoordelijkheid neemt om de uitvoering van het collegeakkoord, wat we vanavond ook aan mij overhandigd is, om dat ook uit te voeren, om ermee aan de slag te gaan, om te weten wat erin staat. En dat doen we ook samen met onze ambtelijke organisatie, maar ook met alle inwoners, ondernemers en ook de organisaties. Ik denk dat het mooi is om vanavond dit punt met elkaar te markeren, zodat we ook samen op weg gaan om uitvoering te geven aan. En ik denk dat wij dat allemaal doen vanuit onze verantwoordelijkheid. Het college als bestuurders van deze gemeente en u als raad, u als politieke fracties, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, vanuit zijn eigen politieke inkleuring, gaat u aan de slag. En zult u ook steeds de afwegingen maken die daarbij horen. Weet dat ik als uw voorzitter altijd mijn deur open heb staan, zowel voor collegeleden als voor raadsleden. Heeft u vragen, heeft u een bepaald punt, schroom niet om bij me binnen te lopen om een afspraak te maken, want u weet, uw voorzitter staat boven de partijen en is ook bereid om mee te denken hoe bepaalde dingen opgepakt kunnen worden. Ik denk dat we zo samen voor Twenterand het mooie zullen uitwerken en ik wens ieder daar heel veel wijsheid toe voor de komende periode. Ik dank u. Het is altijd een heel eind lopen die kant op, maar u heeft geduld. Ik denk dat we aan het eind gekomen zijn van deze buitengewone raadsvergadering. Ik zal hem straks ook met de hamer aftikken, maar ik denk ook dat het goed is dat u straks de nieuw benoemde raadsleden wilt feliciteren op dezelfde wijze, zoals u dat ook met het college, met de collegeleden heeft gedaan. En ik zie u allemaal een volgende keer weer hier terug. En uiteraard u op de publieke tribune, u bent altijd welkom in deze raad om dit bij te wonen. Soms een andere instelling, want nu was het allemaal heel procedureel, maar u bent altijd van harte welkom. Ik sluit deze buitengewone raadsvergadering.